Ja, vrienden, ik moet dit even melden. Ja, want ik neem aan, jullie hebben het waarschijnlijk niet gezien. Er was een kamerdebat over landbouw. Ja, en daar was iemand van GroenLinks, een Partij voor de Arbeid, en Laura Bromet. En die ging daar eventjes op het gestoel te staan. En die ging daar heel verhaal houden natuurlijk over stikstof. En verschillende manieren waarop je dat kan verminderen natuurlijk. En de ene partij, zeg maar, van BBB, die kijken daar anders naar dan natuurlijk zij van GroenLinks. Nou, en ja, en die komt dan met de volgende bewering, hè. Hier, dan moet je even opletten wat die zegt. Ik ga dat even letterlijk citeren, want dat is heel belangrijk. Dus zij zegt dan tegen de boeren die vertrouwen hebben in deze grote groep partijen, en daar bedoelt ze dan BBB en andere politieke partijen mee, die daar dus vertrouwen in hebben, zou ik willen zeggen, veel succes ermee. Zegt zij dan, die Bromet. En dan sluit ze af en hier komt hij, hè. Ik ga de boeren helpen die de visie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid delen. Ja, ja. Ha! Wordt gewoon zomaar gezegd in de Tweede Kamer. Zo van, ja, dat is nou weer typisch links, hè. We wisten het al. Ja, we waren hier helemaal al van op de hoogte van hoe ze denken. Maar nu weten we het helemaal zeker. Je hebt maar te luisteren naar wat wij jullie vertellen. Ja, dat is links, ja. Dat is niet van, wij denken het te weten. Nee, wij weten het zeker te weten. Dat is links, ja. En wij gaan het jullie vertellen en zo gaan jullie het doen, punt. Ongelooflijk, zeg. Nee, we gaan niet naar die luisteren. Nee. En dat wordt hier bewezen. Zo gaat dat dus. Dus en ze zijn er dus ook niet daarbij, Partij van de Arbeid en die GroenLinks, zijn ze er dus ook niet voor iedereen. Nee, ze zijn er alleen maar voor de club die naar hun luisteren. En anders, dan kan je dus gewoon heel hard, en dat geldt dus voor al die boeren dan, die kunnen echt in de koeienstront zakken.